Yo Nintendo fans! In de vorige video hebben we de robot van Professor Sada gestopt. Maar het alarm is afgegaan. En er gaat nu nog van alles gebeuren zo te zien. Maar wat gaat er gebeuren? Als jij deze serie vet vond, knal de duimpjes omhoog. Abonneer, want er komen nog heel veel vette series aan. Daar zou je me heel erg mee helpen natuurlijk. En Penny vraagt, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? En de Mona zegt, is er nog een leger van Pokémon onderweg hier naartoe of zo? En Professor Sada zegt, nee, dit kan niet. Dit kan niet. Er is een obstakel dat voorkomt dat de machine zich kan gedragen zoals die hoort gedragen. Paradise Protection Protocol. Er is nog een extra beveiliging ingebouwd. We kunnen onze Pokéballs niet meer gebruiken. Kijk dan, de Pokéball van de Mona, die wordt gewoon geblokkeerd. Oh my gosh, de professor, de robot van de professor wordt in kristal opgenomen. Die wordt... Nee, die zegt ook, dit is te veel voor jullie. Nee, professor, de robot, nee. Wat gebeurt er? We moeten wegrennen, zegt ze. Oh. Wat? AI Sada is disabled, dus die kan niks meer doen voor ons nu. Niet nog zo'n battle. Nee, je wordt niet gereboot en we gaan dit niet nog een keer doen, toch? Mijn Pokéballs zijn ook gewoon geblokkeerd. Ik word gewoon weer uitgedaagd door Professor Sada. Dit is niet oké, jongens. Dit is niet oké. Paradise Protection Protocol is nu gaande. Oh my, het is Koraiden. Nee, het is Koraiden. Klotzaaier, let's go, dacht ik. Niet dus. Ja, en nu hebben we een probleem. We kunnen nu niet vechten. Tenzij Koraiden wil. Kan je normaal Koraiden ook kiezen? Koraiden? Wil jij battelen? Ga jij dit doen? Is dat de enige Pokéball die niet is geblokkeerd? Ja hoor. Ja, doe stoer. Ik heb een veel stoerdere Koraiden. Come on. Let's go. Kom op, Koraiden. Jij kan dit. Ik heb vertrouwen in je. Ja, kijk. Nu lacht hij ook een beetje. Nee, hij durft. Hij gaat nu ook in zijn battlevorm, of niet? Dit is wel cool. Ja hoor. Hij wordt Super Saiyan. Voor degene die Dragon Ball Z hebben gekeken. Oh my god. Ja hoor, daar is die. Lekker bezig, baas. Heel nice. Oké, maar zijn we ook sterker? Dat is de grote vraag. Kunnen we dit winnen? Oricalcum Pulse, wat is dat? We gooien zonlicht hier naar binnen, blijkbaar. Ik heb eigenlijk geen idee welk type Koraiden is. Ik ga voor Collision Course. Ik weet het ook niet. Hij doet taunt, oké. Hij daagt me uit. In stijl. Hij doet stoer. Hij blijft stoer doen. Hier is Collision Course. Kijken wat dat doet. Nou, niet superveel. Yay, de mode zegt, hij zit in zijn battlevorm. Kom op, Koraiden, you got this. Ik denk dat Flamethrower niet zo heel veel gaat doen. Dus ik blijf maar met Collision Course doorgaan, denk ik. Je zal hier falen. Hier in het paradijs. Oh my gosh. Sada, die is echt helemaal savage geworden. Ja, het ziet er wel een beetje uit dat dit wel een moeilijke battle gaat worden, hoor. Oké. Ik sta nog wel voor qua damage. Ik zal het niet veroorloven dat jij mijn paradijs gaat vernietigen. Oh, jij hebt andere moves. Jij hebt bulk up. Oeh, dat kan gevaarlijk worden. Dat is niet chill. Want nu gaat zijn aanval en zijn verdediging omhoog. No. Ik heb hem bijna op de helft nu. Penny zegt ook, dit ziet er nog steeds slecht uit. Maar kom op, Rikachu, hou vol. Ik doe mijn best. De data zegt dat zij superior is. Oh my gosh. Oh, Giga Impact. Nee. Ik heb 1 AP over. Kan ik hem een potion geven of zo straks? Ik wil dit niet verliezen. Nee. Arwen zegt, die hit die pakt hij als een kampioen. Ik weet dat je dit kan. Mijn aanval gaat goed omhoog. Ja, ik moet potions geven. Hier, full restore Koraiden. Oh, de enemy Koraiden die moet rechargen. En de mode zegt, dit ziet er niet goed uit. Kunnen we dit wel winnen? Penny zegt, hey, je terror orb gloeit. En Arwen zegt, Rick, Koraiden, terrestrialize. En maak hier een einde aan. Hebben we nou toch gewoon geluk? Mijn attack is weer omhoog gegaan. Oké. Maar alles is omhoog gegaan. Attack, alles. Terrestrialize en Terra Blast doen natuurlijk. Want die is wel super effective. Dragon op Dragon, let's go. Oh my gosh, geterrestrialize de Koraiden. There we go. Rawr! Heel vet. Gaan we hem slopen dan met Terra Blast? Ga jij je oude familie die jou eerst heeft gesloopt kapot maken? Oeh, hij heeft nog 1 HP over. Koraiden doet Flamethrower. 1 HP heeft hij nog. Ja, dan is het klaar nu. Dan doen we nu Terra Blast en dan is het afgelopen. Terug je Master Ball in. Een gekke Koraiden. Hier. Wie is nou de baas? Jij of ik? Lekker. Heel nice. Ja.
Oh, daar gaat ze. En ga je nu voorgoed? We hebben het Paradise Protection Protocol verslagen. Nemona zegt, ja, you did it, lekker. Penny vraagt, is die niet meer gek geworden, die Pokémon? Hoe, zegt Sada. Hoe heb je dit gedaan? Je hebt zelfs de originele professors beschermingen allemaal weten te verslaan. Arvin die vraagt, ben je weer normaal? En de robot Sada, die zegt, ja, dat had ik helemaal niet voorzien. Maar inderdaad, zelfs toen het allemaal uitzichtloos was, hebben jullie kinderen niet opgegeven en hebben jullie je waarde bewezen. Jullie denken voor jullie zelf. Jullie hebben onwijs veel moed voor je vrienden. En jullie weten wat er moet gebeuren. Nu, hoe moeilijk ook jullie verleden misschien is geweest. Ik geloof dat jullie alles aankunnen. Met trots. En ik dank jou, Rikachu. Ik dank jullie allemaal, kinderen. Maar deze tijdmachine kan niet gestopt worden zolang ik hier ben. Ik ben zelf deel van deze machine. En Arvin, ja, die ziet erbij al aankomen. Die zegt, wat betekent dat dan? En Sada zegt, ja, sorry. Ik heb jullie avonturen helemaal bekeken. En ik was zelfs een beetje jaloers op jullie. Want jullie waren vrij. Jullie kwamen samen. Werkten samen. Gooiden alles in battles en in samenwerkingen. En hebben de sterkste vijanden verslagen. Jullie hebben allemaal jullie eigen schat gevonden. Ah, kijk, Uncle Raiden is ook trots. Ik zou ook graag willen dat ik net zo vrij was als jullie. Niet gebonden. Maar zolang ik hier blijf, zal de tijdmachine niet stoppen. Dus ik heb een beslissing genomen. Ik ga de tijdmachine gebruiken om naar de oude wereld... naar de oude wereld te reizen. En Nemona zegt, dat kan niet. Nee, je kan toch niet nu weggaan, nu we je eindelijk hebben gevonden. Ik ga niet alleen, omdat dan de tijdmachine gestopt wordt, zegt AI Sada. Ik wil namelijk ook de oude wereld heel graag zelf zien. Is dat een beetje hetzelfde gevoel wat jullie hebben als jullie enthousiast worden. Sorry Arvin dat ik je zo lang niet de waarheid heb verteld. Maar jouw moeder hield heel erg van je. En Arvin zegt, dat kan je niet zeggen. En dan weggaan. En de robot Sada zegt ook, nee, nou ik denk dat je gelijk hebt. Sorry daarvoor. Arvin, Koraidon, Rikachu, het is een beetje treurig, maar dit is vaarwel. Oh, Arvin schreeuwt ook naar zijn moeder. Ach, dit is wel heel zielig allemaal. Tot ziens, mijn vrije avonturiers. Tot ooit. Nou, ga lekker genieten van jouw eigen vrijheid in de oude wereld. There she goes. Oh, ze neemt het boek ook mee. Oké, dan. Ja, dan is waarschijnlijk de tijdmachine voorgoed gesloten. Ja, eigenlijk wil ik daar ook naartoe. Ik hoop echt dat ze daar DLC van gaan uitbrengen nog, hoor jongens. Mijn vraag van vandaag is, wie vind jij cooler? Koraiden? Of Miraiden? Laat het trouwens even weten in de comments. Ik denk eigenlijk Miraiden stiekem. Maar Koraiden is ook vet. Ik vind het wel jammer dat ik dan nu niet tegen Miraiden moest battelen. Dat zou vetter zijn, vind ik eigenlijk. Maar maakt niet uit. Arvin die zegt, hoe kon ze nou gewoon gaan, mama? Ja, dit was je moeder al niet, jongen. Nou, Arvin die zegt, ja, eigenlijk diep van binnen wist ik het al een beetje. Ik wist dat dingen nep waren, maar het voelde nep. Maar toch echt. Ik snap het zelf ook niet, zegt Arvin. Hé, maar Koraiden, jij hebt wel even de boel gered, jongen. Oude held. In je battle form. Lekker, man. Nemona zegt, hé, laten we even bij stilstaan. Rikachu en Koraiden hebben net de Paldea gered. Woep, woep, woep. Penny zegt, weet je, Arvin, de professor is dan wel weg. Maar ik denk dat ze nu echt heel veel plezier heeft in haar eigen avontuur. Kijk, Arvin kan ook weer een beetje lachen. Die zegt, dankjewel, Penny. En Nemona vraagt, wat zullen we nu gaan doen? Nou, zullen we lekker naar huis gaan met z'n allen? Laten we gewoon naar huis gaan. Laten we gaan chillen. Dit was bizar genoeg. Daar lopen we hoor met z'n allen. Allemaal een beetje verdrietig. Een kopje naar beneden en zo. Behalve Nemona. Nee, Nemona zegt allemaal luisteren nu. Laten we de lange weg naar huis nemen. En nog een klein beetje meer avonturen beleven. Arvin heeft honger. Die wilde snacks. Die zegt ja, dat is goed. Maar eerst wil ik snacks. Kom op Arvin. Let's go. Hier, kijk. Oké, Koraiden wil ook. Jee, daar gaan we. Maar ja, de grote vraag is wel, wat kunnen we nu nog doen eigenlijk in Pokémon Scarlet en Violet? De avonturen lijken voorbij. Pokémon Scarlet is officieel uitgespeeld. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken naar deze serie. Jullie waren weer met duizenden mensen die de serie hebben bekeken. Dat vind ik super vet. Daar doe ik het allemaal voor. Op naar de volgende serie. Of nou ja, gewoon op naar de volgende video. Ik zie jullie daar. Mazzel!